Hallo allemaal en welkom terug. Mijn naam is Fidioot en ik ben een diehard fan van deze mevrouw. Een echte fanboy. Burgemeester Femke Halsema, de allerbeste en allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld. En ik heb dit vaker gezegd in video's. Burgemeester Halsema is fantastisch. Alleen deze stad, de stad waar zij de burgemeester van is, is een absoluut shithole. Een absoluut shithole. Ik heb hier net een uitgebreide video over gedaan. Past naakt nog in een museum. Ik stel voor dat jullie die andere video bekijken. Dat u die andere video bekijkt. Want ik ga een beetje doordraven. Boekverbranding. Dit is Nazi-Duitsland. En in Nazi-Duitsland waren de nazi's van mening dat bepaalde uitingen van literatuur en van kunst ook gewoon echt niet konden. Dat paste niet binnen hun ideologie. Dus talloze en talloze en talloze geweldige boeken gingen op de brandstapel. En dan maakten ze een soort volksvertoon van, zeg maar, net alsof je publiekelijk mensen aan het ophangen bent. Als je verder teruggaat in de tijd, dan kom je terecht bij de beeldenstorm. Hetzelfde, rare, conservatieve, geflipte imbecielen die met een achterhaalde ideologie probeerden, weet ik niet, kunst en uitingen van, weet ik niet, gevoelens en creativiteit naar de pleuris te helpen. De nazi-boekverbrandingen zijn niet het meest recente voorbeeld. In Amerika, in meer conservatief Amerika, in wat je noemt de Bible Belt, heet dat. Dat had ik beter moeten voorbereiden. De Bible Belt van Amerika. En de Bible Belt van Amerika, hier kun je zien waar dat is. En hier kun je er meer over lezen. Daar is van alles verboden. Daar is het bijvoorbeeld verboden om evolutieleer in scholen te geven. Dat is gewoon verboden, want evolutie is alleen maar een theorie. Het zou ook zo kunnen zijn dat een onzichtbaar wezen in de hemel deze planeet en het hele universum geschapen heeft. Ja, dus boekverbrandingen, beeldenstorm, Bible Belt, kunst verbieden, naakt verbieden. En de lulkoek waar dit vandaan komt, dat komt niet van een of andere rechtsreligieuze club uit Staphorst. Nee. Dit komt van de kersverse directeur van het Van Gogh Museum. En zij zegt dat de hele MeToo-discussie, of de discussie of vrouwelijke naakten wel geschikt zijn voor mensen van alle culturen, die moet je voeren. Dat moet helemaal niet. Hashtag MeToo is een modern fenomeen. En je raadt het nooit, mevrouw de burgemeester. Maar in Hollywood, daar lopen een hele hoop jonge aantrekkelijke vrouwen rond. En een hele hoop rijke, machtige, vermogende mannen. En dat is niet altijd de allerbeste combinatie. En God allemme Jezus, vanaf de jaren 20, als de moderne, tussen aanhalingstekens, kunstvorm, cinematografie, film uitgevonden wordt, vanaf dat moment zijn er allerlei hele jonge vrouwen die dicht in de buurt komen van machtige rijke mannen. En dan gebeurt er het een en ander. Verreweg een van de allerbekendste daarvan is de heer Charlie Chaplin. Charlie Chaplin was zonder meer een pedofiel. Een child predator. En Charlie Chaplin, die ging, weet ik niet, hij is geloof ik zelfs getrouwd met een meisje van 14. Ja, zo ging dat toen. Oké. Dus hashtag MeToo is een fenomeen wat nieuw is, maar het komt wel 100 jaar te laat. Ja, het is allemaal een beetje aan het rollen gekomen door Harvey Weinstein. En dat is deze meneer. Deze meneer maakt, weet ik niet, hij is bekend geworden dankzij Quentin Tarantino. Die maakte hele gewelddadige films met heel veel schietpartijen en bloed erin. En dat maakte
Harvey Weinstein, hij heeft nog een paar andere films gemaakt. En Harvey Weinstein is een predator, een sexual predator. En die heeft afschuwelijk veel vrouwen aangerand, zelfs kracht, lastiggevallen, et cetera. Daar komt hashtag MeToo vandaan. Hashtag MeToo zijn, ja god, wat zijn dat? Hele aantrekkelijke jonge vrouwen die zeggen, ik ben lastiggevallen op mijn werk. Want daar komt het een beetje op neer. Het idee dat wij, en in dit geval gaat het om een schilderij. Het gaat om een schilderij van Degas. Waar het Van Gogh Museum $6 miljoen voor heeft betaald. En volgens mij is dat een koopje. Wij gaan kunst, klassieke kunst, want dat is waar je hier over praat. Gaan wij opnieuw interpreteren door de bullshit in Hollywood. Lijkt me nou heel, heel, heel erg vreemd. Dus wat wij gaan doen is, en daar hebben we het hier al over. De Gouden Eeuw, die gaan we schrappen. Bordjes van het slavernijverleden gaan we aanpassen. Dus geschiedvervalsing. En in het Mauritshuis, is een buste van Johan Maurits. waar het huis naar vernoemd is. Tijdelijk naar een depot verplaatst. Kijk hier, tikfout. Dat mag allemaal niet. Hoe noemden de nazi's dat? Nou, die noemden dat entartete kunst. Degenerate art. Entartete kunst is een Duitse term. Die in nazi-Duitsland werd gebruikt om kunst aan te duiden die niet aan de eisen van het nationaal-socialistische regime voldeed. Het ging vooral om moderne kunst uit de tijd, zoals abstracte kunst en het expressionisme. Het betekent in het Nederlands ontaarde kunst of gedegenereerde. Daarbij refereert aan de door nazi's wel esthetisch en moreel juist geachte arische kunst. Het betrof een campagne van de NSDAP, de Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiderspartij, om de Duitse kunstwereld onder haar controle te brengen, zodat deze voor propagandistische doeleinden van de staat kon worden ingezet. Je hebt ditzelfde hebben we gezien en zien we nog steeds in Noord-Korea en natuurlijk in Stalinistisch Rusland en in China, in Iran. Ik kan zo doorgaan, ja. Boekverbrandingen. Bepaalde dingen mogen niet meer. Bible Belt. Je mag geen evolutieleer geven. En dat doen ze allemaal, begrijpen wij, door hashtag MeToo. Want wat Harvey Weinstein doet met Gwyneth fucking Paltrow is zo vreselijk belangrijk dat we zelfs een geweldig kunstenaar als Edgar Degas opnieuw gaan interpreteren. Dit is de grootst mogelijke waanzin die ik ooit heb gehoord, die ik ooit heb gelezen. Echt waar, ik ben echt diep beledigd. En zal dan ook nooit meer naar het Van Gogh Museum gaan. En niet zolang mevrouw Gordenker daar haar Bible Belt scepter aan het zwaaien is. Dan had ik voor follow-up, want dit is een follow-up van vorige video, had ik deze meneer bedacht. Dit is meneer Paolo Pasolini. Pierre Paolo Pasolini. En Pier Paolo Pasolini was een Italian film director, poet, writer en intellectual, who also distinguished himself as an actor, journalist, novelist, playwright and political figure. He remains a controversial personality in Italy due to his blunt style and the focus of some of his works on taboo sexual matters. He was an established major figure in European literature and cinematic arts. His murder prompted an outcry in Italy and its circumstances continue to be a matter of heated debate. Deze meneer, ik ken sommige van zijn fotografie, ken ik. Ik ken iets van zijn poëzie, daar was ik niet zo van onder de indruk. Maar ik heb een paar van zijn films gezien en die films die zijn extreem schokkend. Daar zit, ik zou zeggen, oh god, pornografisch is een groot woord, maar extreem seksueel getint, zou ik ze willen noemen. Er komt heel veel
seks in voor, heel veel naakt in voor. En dat was toen de tijd in extreem katholiek Italië, was dat verboden. Dat kon gewoon helemaal niet. Daar werden allerlei conservatieve mensen, met name christendemocraten en natuurlijk de katholieke kerk, gebloed je nerveus van. Zeg maar net zoals de directeur van het Van Gogh Museum in Amsterdam in 2020. Voor zover ik weet is Amsterdam geen theocratie. We wonen niet in de Bijbelbelt. Dat wonen wij niet. Nee. Dus die Bijbelbelt die doen we weg. Beeldenstorm? Ja, dat is toch al heel lang geleden. Daar heb ik ook geen ruk mee te maken. Dan wat Charlie Chaplin deed met meisjes van 12, 13, 14. Ja, echt vrolijk word ik er niet van. Maar zijn films zijn natuurlijk cinema geschiedenis. En Charlie Chaplin geldt natuurlijk als een geniale komiek. Maar ja, hij was wel een pedofiel. Wat Harvey Weinstein allemaal deed met Gwyneth Paltrow en Quentin Tarantino, dat interesseert mij ook geen ene fucking ruk. Het is allemaal vreselijk voor de slachtoffers, maar de man staat terecht en de man gaat vervolgd worden. De hashtag, ik denk dat Harvey Weinstein niet eens weet wie Edgar Degas is. Ik denk dat hij dat gewoon niet weet. Daar is hij gewoon te boers voor. En ik durf te beweren dat Quentin Tarantino het ook niet weet. Dan boekverbrandingen. Ja, ik weet het niet. Ze hebben boeken verbrand van Albert Einstein. Dat lijkt me nou niet helemaal de bedoeling. Dus die schrappen we ook. En entartet kunst. En de Sovjet-Rusland kunst. En kunst die alleen maar gewijd is aan de dear leader. Dat doen we ook niet meer. En dan blijf ik hier dus een beetje hangen met Pier Paolo Pasolini. Ik vind zijn films, ja, die waren heel schokkend voor mij toen ik die zag. En de eerste keer dat ik ze zag, had ik zoiets van, dat is niks voor mij. Ik heb helemaal geen zin om hier naar te kijken. Dit is later, toen ik ouder en wijzer was, heb ik nog een keer een paar van zijn films gekeken. En het is wel heel apart. Het is wel heel bijzonder. En het is wel degelijk kunst. Maar ja, heel veel naakt. Heel afschuwelijk veel naakt. Kan dat nog? Nee, dat kan niet meer. Dankzij hashtag MeToo. Het is echt heel geestig. Hashtag MeToo komt uit Hollywood. Uit California. En de porno-industrie. Dus dat zijn al die films in de videotheek. Vroeger en nu op de sekskanalen 's nachts. Die komen allemaal uit Hollywood. Daar wordt porno gemaakt. En dat is allemaal onbeschermde seks en anale seks. En seks met je broer en seks met je zus en wurgseks en trio's en gangbangs en noem maar op. Dat komt allemaal uit Hollywood. Dat komt allemaal uit California. Dat is het centrum van de porno-industrie. En het is een beetje vreemd dat er tegelijkertijd uit het centrum van de porno-industrie hashtag MeToo komt. Vrouwen worden lastiggevallen. Wat denken we hier? Al die meiden in die pornofilms, die doen dat omdat ze het zo leuk vinden. Omdat ze dachten, nou, ik heb een hele hoge opleiding. Hele hoge opleiding. En ik kan kiezen. Ik word directeur van Rijkswaterstaat. Of een succesvolle advocaat. Of ik ga werken op de kinderpoli. Maar weet je wat? Ik kan ook pornoster worden. Please, laat me toch alsjeblieft niet lachen. De absolute walgelijke hypocrisie van Hollywood heeft zijn weg gevonden naar Amsterdam. De meest vrije en progressieve stad, arguably, in de hele wereld. En wij hebben een deugridder gevonden. En die deugridder, die heet mevrouw Gordenker. Mevrouw Gordenker is toevallig een Amerikaan. En die is heel erg bezig met hashtag MeToo. De rare fratsen die Harvey Weinstein uithalen. De rare fratsen die allerlei andere machtige figuren in Hollywood en in de media uithalen. Die leiden ertoe dat wij de pasteltekening, de badende vrouw van Edgar Degas,
misschien iets anders moeten interpreteren. Dat zegt ze hier ook op het einde. We moeten daar een discussie over voeren. We moeten een discussie gaan voeren over wat wel en niet in een museum thuis hoort. Binnen de instelling en ook met de bezoekers. Compleet en absoluut gelul natuurlijk. In een historisch museum, daar hoort historie in. En een hele hoop van onze historie, mevrouw de burgemeester, is afschuwelijk. Het is oorlog en slachting en moord. Ja, dat is onze historie. En je kunt een heel goed argument maken dat dat tot op vandaag nog steeds gaande is. Kunst, ja, kunst is een weerspiegeling van de realiteit. Een interpretatie van de realiteit. Dus aangezien wij vreselijk gewelddadige en afschuwelijke mensen zijn, zul je dat terugvinden in de kunst. Een heel goed voorbeeld bijvoorbeeld is deze meneer. Deze meneer heet Francis Bacon. En Francis Bacon, even kijken. Art. Of we daar wat van kunnen vinden. Francis Bacon die maakte, ja, dit soort dingen. Verdorven en verwrongen gezichten, et cetera. De hele toestand over hem. Dat kon allemaal niet. En die andere meneer. Ik heb een andere meneer erbij pakken. Laten we doen Jean-Michel Basquiat. Hij is een heroïne gebruiker. Die uiteindelijk stikte in zijn eigen kot. Ja, die maakte ook hele vreemde, rare kunst. Die poept op de grond en smeert het op de muur. Weet je wel, op het moment dat we gaan roepen, sommige dingen horen niet in een museum. Wat ben je niet goed bij je hoofd? Wat denken we hier van het Verzetsmuseum, mevrouw Halsema? Gaan we dat dichtgooien? Hangen allemaal kwetsende dingen aan de muur. How about het Joods Historisch Museum of het Holocaust Museum? Die gooien die op, veel te kwetsend. Hangen allemaal enge dingen aan de muur. Maar wat we als eerste gaan doen, dat is echt waar we morgen mee beginnen. We gaan alle films van Pier Paolo Pasolini gaan we verbieden. Klaar. Alle films. Al zijn films worden nooit meer uitgezonden op televisie. Je mag ze nooit meer streamen. Je mag ze niet meer kopen als DVD. Want dat is gewoon te kwetsend. Die zitten boordevol met blote vrouwen. En blote mannen, mevrouw de directeur van het Van Gogh. Allemaal blote mannen. En daar kappen we mee. Daar kappen we gewoon meteen mee. Want daar moeten we een maatschappelijke discussie over hebben. Dit is echt krankzinnig. Het is echt boekverbrandingen in Amsterdam. En die worden dan gedaan door een, weet ik niet, een soort conservatieve Amerikanen uit de Bible Belt. Die hebben nog een beetje leuk. Want ze deden dat al eerder. Hier ook. Het Amsterdamse Museum heeft de term de Gouden Eeuw geschrapt. Oké, gaan we kijken. Dit, lieve mensen, is de Gouden Bocht. Of heet het de Gouden Boog? Nee, dit is de Gouden Bocht. Ik heb het wel goed. Dit is de Gouden Bocht. Dit is het allerduurste stukje real estate in heel Nederland. Dit is de Herengracht van Amsterdam. En op de Herengracht van Amsterdam zit een heel speciaal stuk. Waar de allerduurste, meest onbetaalbare panden van Nederland staan. Het is heel bijzonder om daar rond te lopen. Wat zit daar nu? Dit is een kunstwerk daarvan. Wat zit daar nu? Nou, daar zitten nu investeerders, investmentbankers en hele dure advocaten en et cetera. Dat is wat daar nu zit. We gaan de Gouden Eeuw, die gaan we schrappen. En de Gouden Bocht, die gaan we de Kromme Bocht noemen. Of dat stukje bocht op de Herengracht. Waar de fuck ben je mee bezig? Dan het Rijks heeft de bordjes aangepast. Bij werken die verwijzen naar het slavernijverleden. Nou ja, dat je daar wat extra informatie aan toevoegt, vind ik helemaal geen enkel probleem. Maar ik gok even, mevrouw de burgemeester, dat iedere imbecil en zijn gekke broertje een fucking mobiel in zijn handen heeft. En dat helemaal zelf kan uitzoeken. En waar we heen gaan is naar staatshistorie. En het aard en de kunst. Ja? De staat gaat bepalen wat kunst is en niet. De staat gaat bepalen wat wel en niet gelezen mag worden. En ik denk dat we hier een heel duidelijk signaal af moeten geven. Deze Degas. Met die blote dame.
Die is er doorheen geglipt. Gelukkig is er wel heel veel hashtag opheffen over. Dit mag nooit meer gebeuren. De hoeveelheid kinderen die hierdoor beschadigd kan raken. Toeristen die nooit meer naar Amsterdam komen. Belangenorganisaties die ons allemaal gaan aanklagen voor miljarden. Het hele Van Gogh had failliet kunnen gaan. Ik stel voor dat we dit soort vergissingen en kwetsende dingen in de toekomst gaan voorkomen. En we beginnen met Pier Paolo Pasolini. Al zijn films gaan op de brandstapel. Gewoon meteen. En als hij nog zou leven, dan zou hij ook op de brandstapel gaan. Mevrouw de burgemeester, ik begrijp dat u weinig te zeggen heeft over wie de directeur van het Van Gogh is. Maar kunt u mij een lol doen? Kunt u dit wijf ontslaan? En echt meteen. En als het geen vrouw was, dan had ik er ook een wijf genoemd. Dit is echt... I don't know. Ik weet niet eens wat ik hiervan moet vinden meer. En kunt u regelen dat niemand in Amsterdam, gewoon binnen ons postcodegebied, ooit nog een film van Pier Paolo Pasolini kan kijken? Je weet maar nooit wie de beledigd raakt. En dan wilde ik deze laten zien. Dit zijn de Mutawin. Dit is de religieuze politie. De Islamic Religious Police. Die bepalen hoe je mag kleden en dat soort dingen. En wat beledigend is, et cetera, et cetera. Die hebben een fantastisch mooi logo. En op dat logo staat hun... Ah, dat staat hier gewoon wel in, hoe ze heten. Ze heten de... Nee, dat staat hier niet. Maar het staat op hun logo. Dat is echt gek. Echt te gek. Moet je opletten. Sign. Mutawin sign. Het is echt te gek. Moet je opletten. Hier. Het staat er in het Engels op. General Presidency of the Promotion of Virtue and the Prevention of Vices. Ja, dat is ook een soort hashtag MeToo. Het viel alleen niet zo mooi samen te vatten in een hashtag. En dat is waar de directeur van het Van Gogh een beetje heen wil. En het is een prachtig kunstwerk. En sommige mensen zullen het niet prachtig vinden. Maar dat het een plekje verdient in het Van Gogh. Ja, zonder meer. Ik zit trouwens te denken, mevrouw de burgemeester, die Vincent van Gogh, die was ook niet helemaal normaal. Die ging met hoeren om, gebruikte drugs, die gek die sneed zijn oor af. Er zijn heel veel mensen die doof zijn. Of met zo'n wortel, hoe noem je dat? Noem je een bloemkooloor geboren zijn. Of dove mensen, die zullen enorm beledigd zijn. Misschien moeten we het hele Van Gogh Museum gewoon dichtgooien. Klaar. Kan me toch alleen maar toeristen op af. Fucking waanzin.